Als je klant bent bij Lynx of bij Traders Only, of misschien wel rechtstreeks bij Interactive Brokers, dan zal dit scherm jou bekend voorkomen. Dit is het handelsplatform. En je zal ook gemerkt hebben dat Interactive Brokers, dat platform ongelooflijk uitgebreid is. Je kan er werkelijk alles mee. Maar daar staat tegenover dat het ook wel complex is. En ik krijg ook regelmatig de opmerking, of liever gezegd de vraag van klanten. Die zeggen, ja, die opties, die constructies, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, hoe leg je nou precies zo'n constructie in? Maar ook, hoe leg je nou bijvoorbeeld een enkelvoudige call of put in, of een leaps en doorrollen? Hoe doe je dat? Nou, in deze video wil ik beginnen om uit te leggen hoe je nou bijvoorbeeld een leaps inlegt. Dat wil zeggen een langlopende optie die in januari afloopt. Ik wilde daarvoor eens kijken naar Procter & Gamble, PG. Nou, zoals je ziet, Procter & Gamble zit in een toch wel stijgende lijn, de laatste tijd een beetje zijwaarts. Maar stel nou dat je het idee hebt van nou, Procter & Gamble, dat spreekt me wel aan, dat is een defensief aandeel. Daar wil ik wel een langlopende optie in opzetten. Dus hoe doe je dat? Ik haal dit even weg, als dat gaat. Zo. En dan gaan we naar het platform. Nou, daar tikken we in de ticker, dat is PG. En als we dan op enter klikken, dan zie je hier onder andere staan options. Nou, daar klik je met de linkermuisknop op. En dan kom je in zo'n submenuutje met de optieseries. En hier links, die tapjes, daar zie je de looptijden. Maar stel nu dat wij zeggen, nou, ik wil die van 15 januari 2021. Dus echt een langlopende optie. Daar klik je op. En dan krijg je hier de verschillende mogelijkheden. En als je nou zegt, nou, ik wil altijd met zo'n leaps een optie met delta 0,7. Dan zou je dus kunnen overwegen om de 95 call te kopen. Ja, zoals we zagen, Procter & Gamble staat nu op 104,64. Dus in dit geval zou je dan de 95 call in de money kopen. Nou, en je ziet, de bid en de ask, die is 14,90, 15,35. Dus ergens daartussen zal je ongeveer wel die prijs betalen. Nou, wij willen die call optie kopen. Hè. Links staan de calls, rechts de puts. Wij willen een call kopen. En als we willen kopen, klikken we op de ask prijs. Met de linkermuisknop. Nou, wat je dan hierboven ziet in je platform, daar verschijnt hij. Ik zal dit even wegklikken. Dus hier staat nu de Procter & Gamble januari 15, 2021, 95 call. Nou, we willen die call kopen, dus we klikken nogmaals op de askprijs. En voordat we nu dat order via de transmit-knop naar de markt sturen, klikken we met de linkermuisknop nog in dit veld. En hier zien we dan de ask, mid en bidprijs onder elkaar. En wij willen dan beginnen met de midprijs. We willen natuurlijk niet te veel betalen, dus we klikken op de midprijs. Vervolgens klikken we op transmit en dan gaan we kijken hoe lang het duurt voordat ons order gevuld wordt. Dus hier krijg je nog een keer het overzichtje. Altijd heel belangrijk om dat nog eventjes te checken, dat je het goed hebt gedaan, want een foutje is zo gemaakt. Dus we kopen eenmaal de januari 15, 2021 call met een strike price van 95. Nou, dat klopt, dus we klikken op transmit. En we wachten af wanneer wij gevuld gaan worden. Nou, we zijn nu een kwartiertje, 20 minuten verder. En ik kijk nu in het platform en ik zie dat de order nog steeds er niet doorheen is. Dus als ik nu op de midprijs, bij de midprijs kijk, zie ik dat die wat gestegen is. En dat
komt omdat de koers van Procter & Gamble iets is gestegen. Nou, normaal zou ik denken, ik heb geen haast bij zo'n langlopende optie. Maar goed, even voor de instructie van deze video ga ik de prijs wat verhogen. De mid is 15,31, dus ik zet hem op 15,31 en dan kijk ik wat er gebeurt. Klik op update. Het heeft ook mee te maken dat dit een demo-account is. Bij een demo-account duurt het allemaal wat langer. Je ziet hier dat de koers wat aan het stijgen is, 104,82 nu. Dus dat betekent dat ook de leaps die we op het oog hebben duurder wordt. Nou, normaal zou ik zeggen, ga niet achter die koers aanjagen. Maar eventjes in dit geval 15,40. We doen weer update. En de market makers zijn nog steeds niet genegen om onze order te vullen voor die prijs. Dat zal je altijd zien. De mid staat nu op 15,45. Maar ik laat hem nu eventjes staan en ik wacht net zo lang tot hij gevuld is en dan kom ik weer eventjes terug. Zo, ik ben eventjes de deur uit geweest. Eventjes Amsterdam in geweest. En ik kom nu net weer binnen. Ik denk ik zal eens even kijken hoe het met mijn order is. En zoals je ziet is het order erdoor. Toen ik er net keek, knipperde het tapje van Trade Log. En hier staat er wat er gebeurd is. We hebben gekocht dus één contract van de Procter & Gamble januari 15, 2021, 95 call. We hebben een prijs uiteindelijk betaald van 15,40 in dollars. En dat is er om, ja, zeg maar iets over half zes is dat order er doorheen gegaan. Dus nu zitten we met onze leaps in de markt. Ik wilde nog één dingetje laten zien in verband met dat order inleggen. Ik neem nu eventjes als voorbeeld Boeing, BA, en ik klik op options. En zoals je hier ziet is de koers van Boeing 349,25. Nou, stel dat ik de 345 call zou willen kopen van, laten we zeggen, juli, 19 juli, dus nog 50 dagen te gaan. Ik wil de 345 call. Ik klik dus op de ask prijs. Als ik die call zou willen schrijven, klik ik op de bidprijs, maar nu wil ik hem kopen. En dan verschijnt hij dus in het platform hier. En nogmaals klik ik dan op de ask prijs. En je ziet hier standaard verschijnen een limit. Dus dat wil zeggen dat je nu een limietorder inlegt als je hierop klikt van 17,10. Maar stel dat, kijk, de midprijs is nu 16,90, 16,88, het fluctueert een beetje. Maar stel nu dat ik niet meer wil betalen voor die 345 call dan, nou, laten we zeggen 16,90. Dus dan vul ik hierin 16,90, enter, en dit is dan mijn limietprijs. Dus dat betekent dat ik doorgeef aan de markt, ik wil die 345 call van juli wel kopen, maar ik wil niet meer betalen dan 16,90. Dus als ik dit dan in de markt leg, dit order, dan kijk ik nog even of alles klopt. Ik koop één contract. 16,90 is mijn maximale prijs en dat stuur ik naar de markt. En zo weet je dat je nooit te veel betaalt. Nou, wat je nooit moet doen is MKT aanvinken of daarop klikken, want dat betekent dat je de marktprijs betaalt. En dan weet je in ieder geval zeker dat je altijd te veel betaalt. Dus je moet altijd voor jezelf een grens inleggen. Je moet altijd voor jezelf bepalen wat is het maximale wat ik wil betalen als ik een aandeel koop of een optie. Nou, in dit geval is dat dus
limietprijs. En die vul je hierin en dan druk je op enter. Nou, in het volgende filmpje laat ik even zien hoe je een vertical spread inlegt. Dus dat wil zeggen een credit spread en een debit spread.